Een 66-jarige fietser in Groningen is zwaar gewond geraakt nadat hij doelbewust van zijn fiets is getrokken bij een verkeersruzie. Haren, een maand geleden. Een 66-jarige inwoner van Groningen is donderdag 2 februari op de racefiets gestapt. Hij trekt er een paar keer per week zo voor zijn plezier op uit. Meestal maakt hij tochten van zo'n 50 à 60 kilometer. Die donderdagmiddag om 4:15 fietst de man via deze rotonde in Haren het dorp uit richting de stad Groningen. Om thuis te komen moet hij via deze Rijksstraatweg. Hij is daar niet de enige. Iets buiten het dorp, op het vrijliggende fietspad, fietst voor hem een vrouw die wat langzamer gaat. De man ziet aankomen dat hij haar moet inhalen en zet wat extra kracht. Op dat moment hoort hij dat achter hem nog iemand fietst. Wat op, aan de kant! Maar omdat de racefietser zelf aan het inhalen is op het smalle fietspad, kan hij niet zomaar weg. Kijk, kijk uit! De man klapt keihard op het asfalt en is meteen bewusteloos. Meneer, gaat het? Meneer? De vrouw en een aantal andere omstanders schieten de 66-jarige man meteen te hulp. Die is zo hard op zijn hoofd gevallen dat hij minutenlang buiten bewustzijn is. Het schuim staat zelfs op zijn mond. Ze verlenen meteen eerste hulp op deze plek, Rijksstraatweg 76, ter hoogte van het huis De Wolf. In alle paniek let niemand meer op de man die even daarvoor het slachtoffer van zijn fiets trok. Ja, mevrouw Schubert, die man is er dus vandoor gegaan, terwijl zijn slachtoffer echt zwaar gewond daar op de grond is achtergebleven. Ja, en deze 66-jarige fietser bleek niet alleen zijn heup en zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Hij is ook zo hard met zijn hoofd tegen de grond aangeklapt dat er een bloedprop in zijn hersenen zat. En hij moest diezelfde avond nog met spoed worden geopereerd. Wij zijn heel blij dat hij deze helm droeg, want het had natuurlijk heel anders af kunnen lopen. Hij heeft een maand lang in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum doorgebracht. Het gebeurde donderdagmiddag 2 februari en pas afgelopen donderdag mocht hij naar huis. Hele heftige verkeersruzie. U bent sindsdien op zoek naar de dader. Wat is er van die man gezien? Niet zo heel veel, maar het is een blanke man, een twintiger. En de getuigen die hem in een flits zagen, die vonden hem er groot uitzien. Dus hij kan lang en misschien wat fors zijn. Verder droeg hij een bruine jas, niet van leer en het zou een wat korter model zijn. Hij had oortjes in en hij reed op een normaal model fiets. Hij ging echter heel hard, dus het slachtoffer die had het idee dat hij mogelijk op een elektrische fiets heeft gereden. Ja, we zijn vanavond dringend op zoek naar mensen die deze man mogelijk herkennen aan zijn signalementen. Of die hem donderdagmiddag 2 februari hebben zien fietsen. Hij kwam net als het slachtoffer uit de richting van Haren, ging richting Groningen. En om 4:15 heeft hij de man van zijn fiets getrokken. Mevrouw Schubert, u heeft uiteraard ook gekeken of daar bewakingsbeelden misschien ergens zijn. Ja, natuurlijk. Maar met de bij ons bekende camera's, daar kwamen we niet verder mee. En als er mensen zijn die in de omgeving van bijvoorbeeld de Rijksstraatweg daar camera's hebben hangen, dan willen we ze vragen om die beelden van donderdagmiddag 2 februari nog eens terug te kijken, want mogelijk staat onze verdachte erop. Zoek dus een blanke, fietsende twintiger met een bruine jas, omgeving Groningen. Die man van 66 van zijn fiets heeft getrokken. Misschien heeft hij wel vaker zo agressief in het verkeer gereageerd. Tips kunt u nu doorbellen, gratis naar 0800 60 70, en eventuele beelden kunt u dus makkelijk uploaden via de site en live.politie.nl. De opsporingstiplijn van de politie. 24 uur per dag, gratis bereikbaar op 0800 60 70.